Dinsdag, dan is het weer Prinsjesdag zoals ieder jaar. En uiteraard zijn we daarbij met NPO Radio 1 de hele dag. Ga je er van alles over horen. En wij gaan als presentatoren natuurlijk iedereen de hemd van het lijf vragen. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw vragen. Ik kan me voorstellen dat je wilt weten of je kind bijvoorbeeld een leerkracht heeft komend jaar door de krapte op de arbeidsmarkt. Ik kan me ook voorstellen dat je wilt weten of je er op voor of achteruit gaat in koopkracht. Stel die vragen, laat het ons weten via de hashtag Prinsjesdag op 1. Dus hashtag Prinsjesdag op 1 en dan gaan wij proberen daar de antwoorden op te vinden. Tot dinsdag.